alle Duitse herdershonden verzamelen. Afgelopen weekend bij kringgroep De Oude Maas in Spijkenisse voor het regionaal kampioenschap africhten. Een onbekende sport, dus eerst maar eens de principes. Het kampioenschap bestaat uit 3 onderdelen. We waren gisteren inderdaad begonnen met speuren. Dat neemt ook altijd een dag in beslag. En vandaag is dan de tweede dag waar we het appel en het manwerkgedeelte afwerken. Het is een jurysport en zij beoordelen op 2 punten. Beoordeeld wordt de aanleg van de hond, dat is erg belangrijk. Dat is eigenlijk de rode draad die overal doorheen loopt. De aanleg van de hond is erg belangrijk. En daarnaast de uitvoering van de oefeningen. In het publiek zien we een bekend gezicht, Roland Scholten. Natuurlijk bekend als topdarter, maar dit is zijn grootste passie. De honden en de mensen, het buiten zijn, het terugkrijgen van de honden, het fanatisme. En dat is heel leuk. Kan geen 180 er tegenop? Nee, zeker niet. Omdat de hond van Scholten nog niet oud genoeg is, doet hij vandaag niet mee. Maar in de toekomst wil Scholten wel weer op dit niveau met zijn hond lopen. Daarvoor rijdt de Hagenaar meerdere keren per week naar Spijkenisse toe. Ik ben net als met het darten, ik ben altijd fanatiek geweest en ik wilde altijd het hoogste bereiken. Mijn vorige hond was heel erg goed, maar je gaat elkaar opzoeken. Je gaat speuren, ga je bij de beste mensen die het meeste verstand hebben van speuren. Je gaat met de mensen om met het meeste verstand wat je zelf denkt wat goed is voor je hond. Met het appel, met het manwerk, dus dan ga je een clubje opzoeken. Nou, en heel toevallig kwam ik dan bij deze club terecht. Ja, en dat is wat verder weg. Maar ja, de top, die kent geen grenzen, die kent geen afstandsgrens, laat ik het zo stellen. Dus ja, of je dan een half uur in de auto zit of anderhalf uur, ja, dat is aan jezelf wat je wil. Scholten profiteert in de hondensport ook van zijn ervaring als darter. Op een gegeven moment waren jongens, die waren hier al wat langer in de club. En die draaiden een Nederlands kampioenschap mee, daar mocht ik ook een keer meedoen. En die zei tegen me, kijk eens, want daar komt dan heel Nederland op. Er zitten wel 500 man hier op die tribune. Dus ik kijk om me heen, ik denk, ja, er zitten 500 man hier, fantastisch. Ik denk, maar ik sta voor zalen van 10.000 mensen, dus die kunnen me ook niet bekoren. Die zijn met hele andere dingen bezig, net zoals die zenuwen. Ja, en dat breng je dan weer over op de hond. Er zijn bepaalde ervaringen die ik heb als sporter zijnde, die mij gewoon ten goede komen in de sport. Het regionaal kampioenschap wordt gewonnen door Jolien Knoop. En dat is het gevolg van de vele uren die ze erin stopt. We trainen veel. En het komt er niet altijd uit, maar vandaag wel. Wij zijn hier op de vereniging zijn wij 3 dagen in de week. En daarnaast dan, hebben we ook nog het onderdeel speuren. Dat de hond moet zoeken op een grasveld of akker. Dat doen we ja, wanneer we vrij zijn. Dus dat doen we wel individueel of soms met elkaar. Dus het is best wel intensief.